Op vrijdag 13 januari nam Hans Wijn na een ruime periode afscheid als conservator van het Baggermuseum in Sliedrecht. Merwe TV volgde het afscheid en maakte een impressie van de toespraken. Van Dick Tromp werd gezegd: het is een bijzondere jongen. En van Hans Wijn kun je zonder enige twijfel zeggen: het is een bijzonder mens. Toen ik met hem sprak over een afscheidsreceptie, was zijn eerste reactie geen sprake van. Dat is het laatste waar ik behoefte aan heb. Bovendien, lange toespraken, waar al dan niet oprecht gemeende, aardige dingen gezegd worden, zit ik ook niet op te wachten. Na lang praten en de belofte om geen lange toespraak te houden, ging die toch akkoord en vond vrijdag de 13e dan wel een aardige datum. Binnen de kortst denkbare tijd had Hans zich met zijn maritieme achtergrond de ins en outs van de waterbouw eigen gemaakt. En vanuit zijn persoonlijke positieve grondhouding motiveerde Hans alle mensen die bij het museum betrokken waren. Tientallen exposities werden door hem bedacht en gerealiseerd, met als grootste succes de tentoonstelling Over de Koerske. Heel veel activiteiten werden door Hans georganiseerd. Prins Willem-Alexander werd door hem ontvangen. En niet alleen ontvangen, hij had op dat moment ook het compliment mogen ontvangen, kreeg op dat moment ook het compliment dat zowel de rondleiding als het museum geweldig waren. Onze prins was laaiend enthousiast. En dank jou voor je inzet voor ons museum. En we wensen je, met alle die je dierbaar zijn, nog een lang, gelukkig en gezond leven. Mochten die veronderstellingen, die veronderstelde uitdagingen, niet helemaal uitkomen, dan weet je dat ons museum bestaat bij de gratie van meer dan 50 vrijwilligers. En je mag je daar altijd bij scharen. Ik wil Hans, jou een attentie overhandigen namens het bestuur, namens de beide besturen. Dank voor je steun aan Hans. En nog heel veel plezier. Dankjewel. Hans, geweldig bedankt. Arie, jij bedankt. Fantastisch. Dankjewel. Fantastisch. Wow. Zo hebben we al meer voor je aangeschaft, Hans. Een buitengewoon en wel heel bijzonder cultureel hoogstaand woordenboek. Met name gericht op de maritieme wereld van vroeger en nu. Het is buitengewoon rijk geïllustreerd. Ik heb er gisteravond even stiekem in gekeken, want dan kon ik niet laten natuurlijk. Maar het is werkelijk een prachtig boek, er zit een cd in. Ik hoop dat je die techniek inmiddels een beetje beheerst. Anders moet je dan maar je familie voor vragen. Maar het is werkelijk een heel uniek boek. En we hebben het idee dat dat wel bij jouw opvatting en karakter past. Dan is er hier ook een heel fraai ingepakt cadeau. Daar zitten een aantal cadeaubonnen in. En hierin zit een ding, dat hebben wij de wijnboot genoemd. En ja, je mag raden wat er dan verder in zit als je die boot gaat demonteren. Dat hoort er dus ook bij. En dan tenslotte, dames en heren, hier onder dit kleed hebben wij een bijzondere verzameling van potten pindakaas en huttekezen bij elkaar gedaan. Hoe komt dat nou? Wij hebben in de loop van de tijd de eetgewoontes van Hans tussen de middag gadegeslagen. En wij zagen dan dat hij een enorme hoeveelheid potten pindakaas wegdeed. Die hij vermengde met huttekezen. Ik heb uitgerekend hoeveel het ongeveer een 11 jaar tijd is geweest. En dan kom ik aan de hoeveelheid. Die past in het laadruim van de Geopolis 5. Of zo je wilt, de Ham 306. Of de Solent voor de Bozekalis mensen. In ieder geval, het gaat om, waarschijnlijk heb jij 1500 kubieke meter pindakaas in de periode dat je hier bent. Maar jij hebt dus voor al die tijd, heb je dus altijd voor ons met plezier in Gouda werken dan. Of het maakt niet uit, maar Sluis of Vlaardingen, we gaan dus 6 keer op een jaar met de Baggermogen mee. Meestal ga je dus ook lekker mee.
Ja, ik geloof nog een waterpark hier op Sliedrecht staan. Daar ben je ook veel mee rond geweest. Dat doet er even niet toe. Maar ik wil je een cadeautje geven namens de baggermolen. Ik ben even met de pet rond geweest. En ik geef jou een plastic emmer. En voor je vrouw de bloemen erin. Ja, je maakt hem ook erg gauw. Maar het is een plastic emmer, om mensen. Dus hij moet blijven. Wauw. Dames en heren, nadat ik na de fraudeleuze handelingen van de voormalige directie van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam weg moest en nadat ik als gevolg van dubbele agenda's die in Hellevoetsluis ontdekt werden tussen gemeente en projectontwikkelaars aangaande het droogdoek van Jan Blanke ook daar snel werd vervangen en nadat ik in Appingedam de hand had weten te leggen op grootscheepse Brusselse subsidiefraude van de stichting Woonhuismonument en de provincie Groningen en dien ten gevolge het veld moest ruimen, ben ik uiteindelijk in 2000 terechtgekomen in de baggerwereld. Naar aanleiding van een van mijn bekende afwijkingen, dat is namelijk het maken van bouwplaten van schepen van papier en karton, ben ik in conclaaf gegaan met Wim van der Meer uit Terneuzen en René de Munk van de Printshop in Sliedrecht. En als gevolg van deze samenwerking is er een bouwplaat tot stand gekomen van de emmerbaggermolen Friesland. Die is afgemeerd bij het museum. Een wezenlijk onderdeel van de museumcollectie. En ik geef bij deze het eerste gebouwde exemplaar aan de voorzitter van het museum, dat is de heer Arie Struik, samen met 500 exemplaren van deze bouwplaat, om ze te verkopen in de museumwinkel. Dames en heren, toen op een gegeven moment, het was in het jaar 2010, de redactie van Merwe TV te horen kreeg dat er iets in dit museum ging gebeuren dat nogal ingrijpend was, namelijk de verbouwing van de eerste verdieping, dachten wij van misschien is dat wel een leuk onderwerp om daar wat opname van te maken en dat te zijner tijd op onze lokale zender uit te zenden. Daartoe ben ik in contact gekomen met Hermien en zij was ook meteen enthousiast over dit idee en zei van nou, mijn medewerking heb je in ieder geval. En dat heeft ze ook inderdaad getoond. Want we zijn toen in februari 2010 begonnen met de eerste opname. En dat heeft 7 maanden geduurd voordat de laatste opname werd gemaakt. En als gevolg daarvan is het ons gelukt om een programma samen te stellen waarin we heel duidelijk de ontwikkeling van de verbouwingswerkzaamheden op beeld konden vastleggen. We hopen dat u daarvan kunt genieten. En ik wil graag het eerste exemplaar hiervan aan u overhandigen. In de hoop, dank u wel, dat u inderdaad de tijd mocht vinden om dit nog eens op uw gemak te bekijken. Fantastisch, dank u wel. Tot u. Ik ben nog niet weg, zoals u ziet. Want ik heb nog twee exemplaren. En het zal u niet verbazen, ik wil graag dat Hermien even deze kant op komt. Zij is namelijk maandenlang mijn trouwe gids geweest. En ik heb haar al die keren dat wij gefilmd hebben geïnterviewd. Nou, ik hoefde nauwelijks iets te vragen, want het rolde er gewoon uit. En ik was werkelijk verbaasd over haar kennis over deze materie. Want voor mij was het allemaal een gesloten boek voor die tijd. Maar daarna moet ik zeggen dat ik daar ook een beetje van de baggerij begon te begrijpen. Want Hermien die weet het zo duidelijk te vertellen aan iedereen. Ze zal ongetwijfeld ook, als ze rondleidingen verzorgt aan de bezoekers die hier komen, een luisterend oor krijgen. En ook aan jou wil ik graag ter herinnering van de heel plezierige tijd dat wij samen dit programma gemaakt hebben, je deze DVD overhandigen. En ik heb er nog eentje en die is voor Teus van Middelkoop, is die ook hier in de buurt? Ik heb begrepen dat u een van de vrijwilligers was van die grote groep die in feite het eigenlijke werk heeft gedaan
weliswaar af en toe met hulp van enkele beroepsmensen, want er waren natuurlijk ook werkzaamheden bij die waren zo professioneel, dat dat voor de vrijwilligers toch wel een hele moeilijke klus zou zijn. Maar ik heb begrepen dat hoe dan ook, dankzij de medewerker van deze ontzettend grote groep, ook alles tot stand is gekomen en u hebt daar ook een belangrijke rol in gespeeld, heb ik begrepen. Dus ik dacht, ook u komt in aanmerking voor deze DVD en ik hoop dat u daar goede herinneringen aan zult hebben. Dank u wel. Marianne Blauwboer en Ariane Riep. Marianne. Nou, wij zitten hier pas 2 maanden, dus het verhaal is ook 1% van het verhaal dat Hans heeft gehouden. Zonder alle fraude, zonder alle spannende verhalen. En eigenlijk zou ik willen beamen wat u net heeft gehoord van Merwe TV. Je hoeft niet eens iets te vragen, het rolt er vanzelf uit. Kortom, wat ik mijn eerste 2 maanden hier heb ervaren, ik kwam uit Engeland vandaan bij de National Trust. Dat is een heel grote organisatie waar alles heel erg lang duurt voordat je iets voor elkaar hebt. En Hans zei hier al, je hoeft eigenlijk niks te doen. Het rolt vanzelf. Nou, ik ben het helemaal met Marianne eens. Ik zat hiervoor bij het Rijksmuseum, dat is natuurlijk een hele grote instelling. En dan kom je hier in een flink wat kleinere instelling, maar door de grote groep vrijwilligers heel erg welkom geheten. En we kunnen alles aan ze vragen en ik ben er echt van overtuigd dat we hele mooie dingen, projecten in de toekomst ook voor elkaar gaan krijgen. Je laat een hele mooie erfenis achter en het moet je deugd doen dat die 2 dames nodig zijn om uit te voeren wat jij gedacht hebt. Met de voorzitter van het museum, met Arie Struik, heb ik afgesproken dat ik de schep niet meer aan jou overhandig. Ja, maar dat ik dat zal doen aan Marianne en Ariane. Beste dames, jullie staan zo naast me. Het is dan ook met veel genoegen dat ik als secretaris namens het bestuur van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds in de Waterbouw jullie een donatie mag toezeggen van 75.000 euro voor de realisatie van de plannen. En wij hopen daarmee dat het zal leiden tot een enorme bezoekersaantallen. En dat Sliedrecht regelmatig het NOS-journaal zal halen vanwege de files op de dijk. U keek weer naar een nieuwe aflevering van Actueel. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.